De veteranen die zijn uitgenodigd op het gemeentehuis in Rukven mochten allemaal iets meenemen uit hun oorlogstijd. Ik heb een deel foto's meegebracht van de tijd, zal ik maar zeggen, dat ik in Indonesië heb gezeten. Hoe kijkt u terug op die tijd? Nou, soms schiet ik helemaal vol van emoties. Want ik blijf steeds maar aan denken en kom steeds terug omhoog allemaal maar. Heeft het uw hele leven eigenlijk achtervolgd? Ja, heel de tijd al, ja. Zolang ik terug ben, ik heb er altijd al last van gehad. Niet voor alle veteranen is de oorlogstijd een periode waar met tranen aan wordt teruggedacht. Het is een fantastische tijd geweest. We zaten bij de muziekkapel, de militaire muziekkapel. Dus wij gingen overal waar militairen gelegerd waren, gingen wij muziek maken. Dus wat mij betreft, ik heb een prachtige diensttijd gehad. Veteranen met verschillende achtergronden. En tegenwoordig komen er nog altijd nieuwe veteranen bij. Nou, wij hadden een speciale taak voor de wederopbouw. En ja, dan zit je niet bij de schietclub, zeg maar, en dan... Dan zie je wel veel ellende van mensen, maar ja, jouw doel is die mensen te helpen. En dat, ja, dat geeft altijd een goed gevoel. Alle veteranen zijn het wat betreft de jaarlijkse Veteranendag over één ding eens. Die moeten blijven. Ze zijn te laat opgestart in de gemeentes, vinden wij, die Veteranendagen. Maar beter laat dan nooit. Ja, dan kan je er weer over praten en zo. Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten, maar ik vind het... ik vind het wel aardig. Het is leuk. Ongetwijfeld vallen er mensen weg. Vooral van Indonesië en Korea. En dan is Nieuw-Guinea aan de beurt. Maar de militairen worden toch wereldwijd uitgezonden. En hopelijk blijft dan toch deze veteranendagen bestaan.